dingen geen die. Ja, maar jij... Oh, ik heb vandaag één gedaan. Ja, oké. Okay. Oké. Warm Bodies heet die. En even wachten op het livestream totdat jullie weten welke film je gaat kijken. Oh ja, boeien. Hoeft dat niet op. Steven, ben je aan het zeiken? Ik ben je aan het zeiken, het is gewoon een normale vraag. Oh, was het een vraag? Ja. Oh, ja, voor mij mag je starten hoor. Mensen mogen wel weten welke film wij gaan kijken. Oh, het prima. Ja. Ik ben net een seks eigenlijk. Misschien werkwoord. Tuurlijk wel. Maar goed, dus oh nice, er zijn al drie mensen. Wat ben je aan het streamen? Welkom Platinum Randomizer. Bah. Nee, is leuk man. Oké, dan goed. Hij zegt dat het leuk is, geloof ik. Tuurlijk is het leuk. Maar de rest ook Minecraft leuk is. En van Body is alleen maar aan, omdat het niet is. Rest pauze. Minecraft is ook leuk. Die zegt ook dat Borderlands leuk is. Borderlands is ook leuk, hè, Frank? Borderlands is een kutspel. Je hebt zelf een kutspel. Hoho! Oeh! Hey, ik hoor het. Ja, en boeien. Vind je niet heel erg als ik Lisa een kusje geef? Nee hoor. Moet jij weten, man. Veel plezier. Eind over de dekens. We zitten ja. Niet in bed. Lisa is hartstikke gepresst. Nee ook. Jawel. Oh, zeg je aan het streamen? Ja. Oh, sorry. Goed. Zoet. Ja, maar je hebt een zout. Oh, je vroeg het aan mij. Ja. Dus die vraagt aan hun in Skype, willen jullie ook zout poppen? Maar jij bent zoet aan het eten. Ben je op Twitch, Steven? Jazeker. De gaming doet geman. Maar ik ga nu wel even wat over de livestream praten, is misschien wel handig. Wat ben je? Oh, laat maar. Ook voor de kijkers en zo. En... Oh, kijkers! Nee, Daniel kan geen flying ontvangen. Daniel zit constant te zeuren. Oh, ga een flying ontvangen. Straks is nee, ik ga geen flying ontvangen. Flygon is kut. Niemand had van Flygons. Vegan, ik wil Flygon. Ik heb wel een Togepi. Togepi! Yeah. Togepi is echt awesome. Awesome. Vooral nu ik deze beker ga domineren. Oh, ben ik zeker niet ingelost. Ik hou van jou, Flygon, maar ja, Flygon had niet van jou, man, sorry. Hey, Dusplays. Hey, man. Waarom ben je geen op in mijn streams tegenwoordig? Komt wel. Wat heb je gedaan, man? Duurt even. Heb je iemand beledigd? Duurt even, kom wel. Ik denk niet, man. Ik denk dat hij niet meer mag, kut. Moet ik een fucking Pokémon vangen om Rock Smash te leren? Ja, inderdaad. Fuck jou, Flygon. Maar ik ga nu wel een Flygon vangen. Oh shit, een God of War. Die ga ik snel wegrunnen. Run. Hebben jullie een beetje een fijne dag gehad vandaag? Ja, ik wel. Oké, was nog leuk gisteren, Steven? Hè? Huh? Was nog leuk gisteren met Nicolien? Ah, top 5. Ja, toch wel? Altijd, hè. Mooi. Ik ga even een Flygon toch maar vangen om Rock Smash aan te leren. Ja, mijn Togepi heet Ei, dat vond ik wel toepasselijk op mijn Togepi. Ik ga een beter gebroken Ei noemen. Nee, ik vond Ei leuker. Fuck jou, Burmy, ga dan lekker Protect doen, ik maak je toch wel dood. Dan vraag je erom. Nee. Oh, doe nog een keer Protect dan. Huh? Oh, nou is het aan. Kom maar, doe nog een keer Protect. Wat? Hoe kan hij drie keer achter elkaar Protect succesvol doen? Dat staat nergens, dat is bullshit. Fuck Pokémon logica, klootzak. Kaartje nu. Homo's. Oké, dan moet ik even een Flygon tegenkomen. Zal ik een
Flygon kan vangen, ja, mooi zo. Level 4, shit, hoe gaat hij ooit in een Pokéball blijven? Gewoon gelijk eentje gooien, kijk wat er gebeurt. Oh, ik heb maar 2, gelukkig. Oeh, we bleven bijna binnen zitten. Zal ik gelijk nog een Pokéball gooien, kijk wat er gebeurt. Dat is niet echt een horrorfilm. Weet je dat hij nu wel blijft zitten? Nee, toch niet? Oh, doe ik safe state? Oh, dat is balen. Oké, ik ga gewoon eventjes metronoom kijken of hij een zwakke aanval doet. Als het kan, eventjes een zwakke aanval. Doe even een zwakke aanval. Kom op. Ai. False swipe mag ook. Clamp. Oh, niet doodgaan alsjeblieft. Oh nice, hij gaat niet dood. Het is een zombie die vliegt op een beetje. Oké, nou gaat het komen hoor. Oh. Oh, hij is niet dood gelukkig. Ik heb één pokeball. Als ik die nou even goed doe en als hij er nou even in blijft zitten, dan ben ik blij. Als ik fucking pokeballs gaan kopen, dat zou kut zijn. Kut, moet ik pokeballs gaan kopen. Nou, dan kan ik hem net zo goed doodmaken. Kan me ook geen reden schelen. Dus, is het nog in het gesprek eigenlijk, of ben ik de enige? Ja, ik ben er nog alleen, ik heb niks toe te voegen. Nou, gezellig man, ben je moe? Nee, dat niet eens. Alleen ik heb niks toe te voegen aan dit gesprek. Oké. Nou, ik begin wel moe te worden. Ja. Nou ja, ik heb beloofd dat ik ging streamen, hè? Dan moet ik ook streamen. Ja, maar ja, echt enkele niet. Ik heb al lekker grapjes gezet. Ik wil best mama nog een keer moeten kijken. Die duurt heel lang, of niet? Ja. Maar jouw keuze. Ja. Jouw keuze. Frank, word je niet heel gestort voordat je de hele dag wordt verbeterd? Ja, een beetje wel, Steven. Misschien moet je er een keer een klap tegen de tand geven. Gewoon, ah, grapje. Oh. Ik zal even een klap geven, één moment. Nee! Zo. Wat? Volgens mij vond ze het lekker, man. Nee. Oké, nog een Flygon. Kijk of ik hem nu wel ga vangen. Shit, in plaats van dat ik fucking Pokéballs ga kopen, ga ik mijn Pokémon healen. Wat ben ik nou voor aardappel? Ik voel me niet helemaal gek tegen het, want je me elke hele tijd corrigeert de hele dag door. Wat mee? Beetje. Hoi Stefan. Hoi. Lisa. Linda. Wat een... Nee. Wat een wat. Ja, ik wou ook wel vragen van Stefan, heb je die templates zelf gemaakt? Nee, alleen gemaakt, denk ik. Of niet? Wie heeft het gemaakt? Template, heb jij die gemaakt? Ja man. Is te zien. Leuk hè? Grapje, mooi template. Heb ik even snel in elkaar geflanst in OBS, omdat ik Soul Silver ging streamen, maar toen kapte hij er weer mee. Toen wat zei ik van fuck jou Soul Silver, en toen ging ik Pokémon Platinum doen, dus heb ik in een minuutje even dat in elkaar gehosseld. Hey, Love Disc, handig, maar die hoef ik niet. Love Disc, kut. Klopt. Zullen we twee films kijken? Wie is al je superfoon aan het ademen? Nee, dat is niet. Zullen we eerst mama kijken dan? Ja. En dan die daarna om het minder eng af te sluiten. Oké. Dan zet ik die films op mijn laptop en dan schrijf ik mijn laptop hier. Ah, Lisa is bang. Ik ben bang, ja. Oh, echt? Ja. Oh, schat. Wil je een knuffel? Nee, liever niet. Van Frank dan? Alles is beter dan een lik. Een knuffel en een lik, dat is nogal een verschil, hè? Ja, dat weet ik. Waarom begin je daar opeens weer over? Dat is gewoon oude koeien uit de sloot halen, Lisa. Ja, klopt. Koeien. Vind ik echt jammer. Bertha! Bertha de koe. Bertha. Bertha is een koele koe. Zie je even binnen als buiten? Ja, wat? Nou maar. Wat is dat? Sorry? Sorry. Ik heb hoofdpijn.
Ja, ook al. Ja, ik moet echt even ibuprofen beneden halen, maar mijn stiefpa is weer dom aan het doen, weet je wel. Dus ik ga niet naar beneden, ik word lekker boven. Lekker livestreamen, alles. Een Umbreon, wat vet! Vangen! Kan die kun je als wol gebruiken. Kan Umbreon, kan die Rocksmash leren? Denk ik niet. Oh, dat denk ik. Doe je Umbreon? Oh, je hebt al 4 badges. Wat? Eigenlijk al 4 badges? Ah, ik heb jou doorgemaakt. Oh, dat gaat hard. Zo. Zo. Ik heb maar één badge, was een grapje, mensen. Wauw, toch wel één oplettende kijker, dank je Stijn. Ik dacht ik kijk wel even de stream en ik zag dat. Goed zo, ik ben trots op je trauma, man. Nee. Oké, dan niet, man. Nou, fuck. Nou heb ik eigenlijk Pokeballs, kom ik geen Flygon meer tegen. Dat slaat ook op strand. Jongens, wij gaan er vandoor. Doei. Ja, later. Houdoe. Later, people. Fuck. Ach, waar de fuck zijn die fucking Flygons? Fuck. Heb ik al fuck gezegd? Oké, nou kom ik vast van een Flygon tegen. Yes, Flygon! Gefeliciteerd. Oh, dank je. Stijn, jij gaat hem bevechten, man. Ja, oké. Als je nou eens even niet doodmaakt, zou ik fijn vinden. Ja, maar ik ben een fucking tochtchick. Ik kan helemaal niks. Fuck, je hebt hem doodgemaakt. Zie je, ik ben een tochtchick. Ja, ik kan er gewoon tegen. Oké, ik ben een beetje geïrriteerd te raken dat ik die Flygon niet kan vangen. Shit. Oké, safe state. Ember. Wacht, raak even anders. Yes, hij heeft overleefd. Oké, even, nog even heel even snel hier. Fucking Flygon vangen. Nee, blijf erin man, serieus, blijf erin, anders ga ik echt hier wat doen. Motherfucker! Oké. Okay. Elk moment nu. Oh fuck, hij bleef er bijna in zitten, dat is lelijk. Als ik nou eens even met Piotr Hypnosis doe, hè? Nou, dan kan dat. Nou moet hij wel blijven zitten. Fuck! Dat was mijn laatste Pokeball, het staat echt op het fucking stront. Oké, dit staat echt nergens op. Oké, nog een keer. Hoe moeilijk is het om een fucking Flygon te vangen? Doe normaal. Wat, hoe kom je aan zoveel pokeballs? Net gekocht. Oké, even. Vangen nu. Alsjeblieft, even vangen nu. Fucking age lag. Blijf gewoon inzetten, jongen, tyfus leier. Nice, weer niet. Weet je, ik run gewoon, ik ga wel een Bidoof zoeken. Beter. Wat nou, Kent Escape? Hou je bek, natuurlijk kan dat niet. Oké, ik ga gewoon normaal speed spelen trouwens. Hm. Is Nienke er nog?
Oh, was je in slaap gevallen achter je laptop alweer? Nee. Gewoon, hoe schattig. Als iemand dat niet schattig vindt, dan moet diegene gewoon hartstikke dood. Serieus, ga dood als je dat niet schattig vindt. Stefan, fuck jou. Vond je dat niet schattig dan? Ik vind niet al te snel dingen schattig. Hoor dat dan, hoe nu kun je zeggen, ja, nee, je was al schattig. Ja, maar ik vind niet echt dingen snel schattig. Oké, maar jij mag niet dood. Oké, jij bent mijn maatje. Je hebt niet een kusje. Rijkou, rot om je Rijkou, man. Sukkel. Wat is sukkel? Met je hoofd. Waarom ga je niet gewoon naar Floroma Town? Omdat ik Rock Smash nodig heb. Waarom geef je die dan niet aan Torchic? Omdat Rock Smash een kutaanval is, die ga ik toch niet aan een... Oh, kijk, hey, ik ga nog een Torchic vangen om Rock Smash te leren, oké? Doe dat dan! Ja, dat ga ik doen. Oké. Dan moet Stijn de goede. Tot van zo. Ember gaat, tot zo, van Ember gaat hij vast niet dood. Dan moet Stijn wel de goede Torchic worden. Altijd. Stijn zal voor altijd de goede Torchic zijn. Oké. Even kijken, Pokéballs. Kan niet missen. Dit moet hem zijn. Oh, bijna. Oh, wat raar. Nou gaat de stream opeens heel snel. Dit doe ik niet expres. Dit is niet mijn schuld, hè? Wat is dit voor iets geks? Fuck, serieus? Gaat hij nou serieus moeilijk doen? Kom op. Eindelijk. Moeder neuken. Ja, ik wil jou een naam geven. Jouw naam wordt... Hobo-cap. Nee, hoer. Hoer-cap. Nee, gewoon hoer. Niet te veel letters, hè. Oké, als hij nou nog een strength kan leren, of Rock Smash kan leren, ben ik helemaal blij. Anders ga ik mezelf snijden, denk ik. Doe dat maar niet. Oh, waarom gaat iedereen opeens weg? Nice, kan ook nog leren ook. Alleen geen pokeballs meer over, maar ja, wat maakt het uit, hè? Wie heeft de pokeballs nodig? Oh, doeg Adrienne. Wie heeft de pokeballs nodig als je swag hebt? Nou, nee, ik heb swag nodig. Wie heeft swag nodig als je pokeballs hebt? Nou, ik. Ook op je wel even voorop stellen natuurlijk, want dat is mijn starter. Ik wil eigenlijk dat ze heel gauw een Togetic wordt en dan ga ik een shiny stone zoeken en dan wordt het een Togekiss. Oké. Wat? Deze is cool. Ben ik weer. Oh, jij bent zo schattig. Hallo, Nienke. Hey. Oh, hou op mijn hart te stelen. Ik ga het tegen Nicolien zeggen. Ja, etenstijd. Etenstijd. Een Bonsly. Dat is vast geen gras-Pokémon, dus ik ga Flamethrower gebruiken. Heb je bij gyms ook... Ja, gyms hebben ook willekeurige Pokémon. Zeker. Dat is wel grappig, want bij de eerste gym moest ik tegen een Spiritomb vechten en een Camperupt en een Dewgong. En het was echt fucking kut, want ik ging echt vet verliezen en zo. Ja, ik vond het grappig. Trouwens, mensen, volg me op Twitter als je wil weten wanneer ik ga livestreamen. @Henk15. Maar misschien heb ik wel helemaal geen Twitter. Wat moet ik dan doen? Dan moet je... elke dag, elke seconde op mijn Twitter gaan kijken. Als ze niet volgen, dan is het iets meer werk, maar het is het waard, want ik ben echt grappig. Henkert15, link staat in de beschrijving. Lekker ding, was. Ja, wat is er? Oh, doe maar wat je water kunt, man, maakt me niet uit. Ik ga gewoon lekker metronoom doen. Komt er dan? Flamewheel, hoppakee, want Flamethrower deed veel schade, dus Flamewheel zal wel het dubbele doen. Dat was sarcasme, oké? Dat was sarcasme. Ja, ja. Het klonk wel anders heel echt, hoor. Nienke. Ja? Moet je niet slapen?
Nee. Oké, gelukkig. Ik heb geen zin om te slapen. Ik heb wel zin om met jou te slapen. Ja, die opmerking verwacht ik al een beetje. Tuurlijk, ik ben voorspelbaar. Amber, waarom doe je steeds kut vuur aanvallen, man? Kut ei. Nou, dan zit ik gewoon flamethrower gebruiken. Wat ben je voor echt... Ik word een beetje moe, soms. Van iedereen. Hey, Minecraft. Ik word soms ook moe van jou. Wat? Waarom? Waarom zou iemand moe van mij worden? Ik ben leuk. Nou, als jij moe van mij wordt, dan word ik ook moe van jou. Oké, is goed, man. Vrouw. Ik ben een vrouw, wist je dat? Een hele knappe, lieve, geile vrouw. Moest dat laatste? Knap of lief? Gezondheid. Dankjewel. Als je drie keer achter elkaar roest, heb je AIDS. Het was niezen. Als je drie keer achter elkaar niest, heb je AIDS. Nee, grapje. Je weet niet wat ik moet geloven. Nee, dat is een grap. Bij hoest is het AIDS, maar bij niezen is het super AIDS. Wist je dat niet? Oh, sorry. Stefan, pak jou. Oh, nice. Ik ga tegen mijn bucketje vechten. Dat is aardig tegen mij. Sorry. Stijn is aardig. Stijn is schattig trouwens. Even tussendoor mensen. Stijn is schattig. Dankjewel. Ik denk dat Stijn zo'n jongen is die alle meisjes van de school kan hosselen. Nee. Nee, dat is echt geen grap. Breng je nou verlegen? Verleiding wou ik zeggen. Maak ik je nou verlegen? Ja. Oh. Je zet me echt in een awkward positie nu. Nee, dit is niet awkward, dit is een compliment, man. Oké, ik hou wel op. Ik ga Nico complimenten geven. Nee, het is eens in de 10 jaar of zo dat ik weer eens een compliment krijg. Oh, en dat is geen graf. Dat is toch een Stijn Vilt, jongen. Hij is 16 of zo. Helemaal niet. Jawel, man. Die werd 16. Nou, oké dan. Stijn, de 16-jarige boy. Ik weet je achternaam niet, maar dat is misschien niet handig om op Twitter of op de stream te zeggen, weet je. Nee, lijkt me niet echt heel handig. Is mijn template nog goed of is die al vernukt? Hij is nog goed, daar ben ik blij om. Oh, dit is handig. Een slaking en een shellos. Instant win. Yeah. Slaking is een goede Pokémon. Oh, alleen heeft hij altijd een cut ability. Dat is zeker geen leugen. Doei Shellos, ga ze even lekker dood ofzo. Nee, laat die Shellos leven. Nee, Shellos gaat dood. Shellos doet harden. Ik zal mezelf eens harder maken. Wat? Stefan, je bent echt veel te voorspelbaar. Hé hey, meisje, als je... ik bedoel... Black Dragon, bla bla. Stel je bent 18 en je bent een meisje en je bent rondborstig, bel me. Awkward stilte, waarom is nou awkward stil? We kunnen nu toch wel doorgaan praten, even normaal jongens. Ja, waarover? Ik heb dus echt niks toe te voegen aan gesprekken met jou. Want dat jij toch wel aangemaakt. Ja, nou ligt het weer aan mij, hè? Ja, het ligt aan jou, Stefan. Oké, dit is het punt dat ik wil dat Stijn niet doodgaat, want dan ligt hij geen dubbelkick. En dat is ook best wel een hele erge... Hey Daniel. Erge... We zijn al een tijdje begonnen met streamen. Daniel, ik ben echt net 1 minuut begonnen. Hoi. Nee, net 1 minuut begonnen. Was het toevallig niet 30 minuten geleden? Nee. En ik zei fuck jou Stefan, omdat je zei ik ga wel beginnen. Nee, ik ben net... Dat ik nog gewoon aan het luisteren was en dat ik daarom gewoon even niet aan het praten was, omdat ik iets aan het doen was. Nee, ik ben nog maar 24 minuten begonnen, geen half uur. Oh nee, dat is goed. Dan is het goed, ja. Hé, hey, ik ben Chickies aan het hossen van 18 jaar. Tenminste, ja, en het? Hij of zij zegt nee, ik bel je niet. Maar ik hoop eigenlijk dat het zij is en dat ze me belt en dat ze rondborstig is. Wie zei dat? Black Dragon Elf. Nou, Elf is natuurlijk wel een vrouwenklas in de meeste spellen, dus... Maar ja, aan de andere kant, Marcel speelt ook een vrouw in Second Life, dus... Ja, ik weet maar nooit. Je moet gewoon vragen. Voeg het op Skype, zou ik zeggen. Mooie cursus, Stefan. Dankjewel, jongens. En Stijn is een kambasken geworden. Ze wil je niet, man. Sorry.
Waarschijnlijk belt ze niet omdat ze mijn nummer niet heeft. Hoor. Maar ja, die krijgen. Zo, als je hem wil, moet je me even vragen op de. Op Twitter of zo. Dan stuur ik een privéberichtje, man. Nee. Blue Dragon Elf of Black Dragon Elf, je wilt Stefan niet bellen. Ik heb hele intieme gesprekken. Tono, alsjeblieft, ik ben eenzaam, bel me. Wij zijn een better server. Oh ja, zwaar. Lieve Daniel, mag ook. En Daniel geeft dan wel weer haar nummer aan mij door, toch? Ja. Daniel komt toch niet zijn huis uit, hij is autistisch. Dan. Ja, hij komt ook niet mijn huis uit. Ja, ik ben net echt terug van naar buiten zijn, maar dat is een ander verhaal. Nee, eigenlijk heb ik gewoon een hele lange riem van Murphy. En een camera op zijn nek hangen. Dat zou echt cool zijn. En als hij ergens wil oversteken waar hij niet mag oversteken, jaag je 32 vol door zijn lichaam, hoppakee. Dat zou echt cool zijn, man. Ja. Heb jij problemen met naar buiten gaan? Nu niet meer, dankzij de 32 volt. Ik maak mijn hond dood als hij wil oversteken. Arm, halsband. Klinkt leuk, man. Klinkt leuk. Maar ook autistisch. Iedereen is tegenwoordig autistisch. Ik vind het niet meer leuk. Ben ik dan de enige die niet autistisch is? Ik ben ook niet autistisch. Oh, Nienke, dan moeten we kinderen krijgen. Niet autistische kinderen. Maar als je een van jullie je familie het heeft, ook al is het je opa of vader, dan kan je nog steeds doorpassen. Gelukkig is er bij mij echt helemaal niemand autistisch. Gelukkig, zegt ze. Oh, Bert, ze zegt dat autisten stom zijn. Ik zeg niet dat autisten stom zijn. Maar dat bedoel je wel? Nee, dat bedoel ik ook niet. Je mag het zeggen hoor, ik bedoel, dit is jouw eigen mening. Ja, maar ik vind autisten niet stom. Oké, dus. Vind ze alleen raar? Tuurlijk is het raar, man. Ik vind jou ook raar, Steven. Iedereen is raar. Nee, man. Inke, jij en Stefan, dat kan wel wat worden als hij minder seksistisch is. Oh, ik ben niet seksistisch, ik ben realistisch, even serieus. Hier, hoppakee, War Turtle, kom maar op, man. Serieus, maak je dood. Een flamethrower, hoppakee, flamethrower. En heb je ook een Weedle gevangen? Ik heb al geen Weedle gevangen. Maar ik vind wel dat je het recht hebt dat jij mij mag proberen om te praten om bepaalde Pokémon te vangen die ik niet wil hebben, oké? Zubat? Nee, de vraag oké. Zelfs Zubat. Maar je mag het proberen, hè? Ja, dan ga je het niet doen, flikker dan ook maar op, hè? Nee, oké. Je mag er eentje kiezen, oké? Alleen het moet wel een type zijn die ik nog nodig heb, oké? Welke types heb je nodig? Elektriciteit heb ik nog nodig, water heb ik nog nodig en. Dark heb ik niet nodig, Psychic heb ik niet nodig, Vuur heb ik niet meer nodig, Flying heb ik niet meer nodig. En verder bijna alles wel eigenlijk. Ik het zal wel. Ik heb Poison heb ik eigenlijk ook niet nodig, maar of die gebruik ik niet. Of die gebruik ik eigenlijk gewoon nooit, dat is het meer dus. Ja, maar je hebt hem nog niet. Nee. Dat is het verschil. Wauw, Flamethrower op een Wortel. Zo, ik heb gewonnen en ik heb echt maar. Sukkel dat je bent, wie doet dat nou? Ik heb maar 10 HP verloren, wat is jullie probleem? Nee, maar serieus, Flamethrower op een boord, ja, toch? Dan moest ik metronoom gaan doen, daar heb ik ook geen zin in. Dat is eigenlijk het minst nuttige wat je ooit kan doen. Dan kan je net zo goed geen aanval doen. Ja. Dankjewel. Ah, geen probleem. Oh, Daniel, kom op Pokémon tegen, welke is het? Ik weet niet. Het is een Garchomp. Wat? Garchomp, een draak-Pokémon. Is dat? Nee, die moet je niet vangen. Dat is ook een eindevolutie. Jawel, sowieso dat je die moet vangen. Nee, maar dat is een eindevolutie. Hij gaat een andere draken-Pokémon vangen, die groene. Yeah. Flygon. Nee, dat Flygon is ook deels flying en flying heb ik absoluut niet helemaal nodig. Helemaal niet, hij is niet deels flying. Jij gaat die pakken, van achter, hè. Ja, als ik hem tegenkom, hè. Dan ga je maar terug. Ja, moet ik de hele pok uit weer teruglopen, die is gek. Ja. Weedle. Beschrijving, appeltaart met koekjes zijn lekker. Pokémon Crystal. Maak aan. Oké. Ik heb wel een tweede Torchic gevangen. En wat? Een tweede Torchic, omdat ik een HM nodig had. Maar trouwens,
Ik heb ook geen normal Pokémon meer nodig, volgens mij nog niet had gezegd. Ja, natuurlijk heb je nooit nodig, maar je hebt er niet eentje. Jawel, Togepi. Dat is geen normal. Togepi is normal. Wanneer ik weer Crystal ga streamen, ik heb geen idee. Ik tweet dat wanneer ik dat ga streamen. Dat gaat waarschijnlijk niet deze week zijn, misschien wel. Ik heb geen idee. Echt eraan hoeveel zin in heb. Dat zeg ik verkeerd. Het ligt eraan of ik ooit misschien nog een keer zin heb om... ik ga het sowieso wel doen. Alleen ik heb echt geen idee wanneer. Daniel is een beetje afgeschrikt door Beedrill. Ook al heeft Beedrill je uit al heel veel benauwde posities geholpen, man. Hij heeft een hoog overslagen. Ja, dat klopt. Maar ik ben niet van afgeschrikt. Het is gewoon... Wanneer ik ga streamen, ik tweet het altijd. Het kan gewoon altijd zijn wanneer ik er zin in heb. En dat is soms meer, soms minder. Ik ben vaak aan het opnemen. En als ik niet aan het opnemen ben... En geen luisteren kijk. Met ons. En dan ga ik soms wel nog streamen, maar dat is het dus. Ik ga wel binnenkort, als ik ga streamen, ga ik waarschijnlijk eerst een raid spelen. Zoals Arwen Beat the Guy, maar dan veel moeilijker spelen. Ik heb er nog geen zin in. Ik heb er natuurlijk echt geen zin in. Die ga ik niet vangen trouwens, Daniel. Waarom niet? Oh. Welke? Smoochum. Natuurlijk ga je hem vangen. Een kut Pokémon, hold op. Nee, die is cool. Nee, die is van een trainer. Kan niet eens. Lekker. Hij is van een trainer. Ja, en? Dat doet me dus helemaal niks. Je gaat hem vangen. Dat kan dan niet meer. Ja, vuile flikker. Hoe noem je mij? Vuile flikker. Nienke, zeg er wat van. Nee. Oh nee, Nienke noemde me vorige week ook al faggot. Dus wat dat betreft... Oké, ik ga. Doe. Nee, Nienke. Wees nog geen fan. Slaap lekker. Nienke? Dat helpt niet, Stefan. Als je dat gaat doen, dan helpt het al helemaal niet. I knew you were trouble when you walked in. Dank je, Stijn. Die woorden zocht ik. Wat? Nee. Nienke. Spijt me, ik hou van je trauma. Ik moet vangen. Nienke. Nienke. Yeah. Spijt me, trauma. Oké, dan is dat dan vergeten we alles. Sorry, ik kan niet trouwen, jongen. Kan niet. Okay. Vang die Togepi! Ik kan geen Togepi vangen! Doe ze niet! Omdat... Alsjeblieft. Nee, het is Togepi! Tijd, wat is het met jou? Het is Finn met dubbel N. Oh, sorry Black Dragon Elf. Nienke heeft niet met Finn, doe even normaal. Nienke is nog lekker vrijgezel, alhoewel, hè? Vrijgezel niet meer, of wel die vet? Zit mijn klant toch? Nee, we Steven van Gaming Dish van. Wie? Die overigens Twitter heeft, dat is @Henkert15. Link zal ik zo even in de chat zetten. Zal ik graag even in de chat zetten voor jullie. Kan ik wel voor je doen, man. Oh, dankjewel. Ik ben je mod, weet je wel. Oh ja. Shit, voor je. Weet je dat hij uw aardappel meneer of zo in gaat zetten? Ja, fuck, dat was ik net van plan. Oh, dankjewel, man. Ik snap niet wat hij grappig is. Nou, hij verwachtte dus echt iets wat ik ook van plan was om te gaan doen. Oh, cool. Ik moet een scheet laten, wie wil hem horen? Niemand? Oké, dan niet. Doet hij pijn? Nee, hij moet nog opborrelen, hij is nog bezig. Opborrelen. Oh, als je dan weer zijn zicht. Nienke van Nienke Games. Zijn auto. Ik hoor het niks. Nienke van Nienke Games. En als je dub staat, dat is zo. Weet je, dat is echt cool spam. Opeens heb ik inspiratie voor een nieuwe video van Spelletjes. Oh nee. Wat, heb jij inspiratie voor Spelletjes, wat? Wat, ik? Nee. De Steven van Spelletjes heeft dat. Hallo, dames en heren. Van Spelletjes. Ik ben hier bij Steven. Hey, hou je bek even. Nee, ik even. Nee, hou je bek. Nee. Oh nee, wat gaat het niet goed. Ik heb Daniel meegenomen. Hoi. Daniel van Spelletjes! Ja, maar die wil ik hem niet. Ah, jawel! Nee, ja, nee, ja, nee! Wat? Hé, hey, Daniel, moet ik die vangen? Daniel, zeg even ja. Welke is het? Bagon. Nee. Nou. Jawel. Je mocht één kiezen, dit is een goeie. Ja, dat was de eerste evaluatie van die Flygon.
Maar waarom pak je die? Je hebt sowieso nog één plekje over en die laatste kies ik dan, oké? Nee, maar ik heb nog drie plekken over, want die ene is een neppe. Oh, je hebt toch 6 plekjes? Ja? Je hebt 4 Pokémon's. Ja, ik heb 3 Pokémon, want die ene is alleen voor de HM's. Oh. Oké. Maar ik heb pas tegen het eind van het spel kies ik pas mijn 6e Pokémon meestal. Nee. Wel. Meestal, maar nu niet. Halverwege kies ik meestal pas de 4e. Iedereen is voor Daniel, altijd. Kijk maar eens naar de Pokémon races, ik vind niemand voor Stefan. En iedereen zegt of Daniel of Lisa, dat vind ik wel. Nou ja, goed, we weten allemaal dat ik ga winnen. Tuurlijk, ja. Ik vind het wel lachen dat het gewoon op jouw kanaal geüpload wordt en niemand is voor jou. Dat zijn details, man. Zo niemand. Doet pijn, hè. Hou zo bij te doen, man, stommerd. Waarom is iedereen zo stil? Ik heb niks te doen, hoe gaan jullie gesprekken? Oh. Oké. Okay. Oh. Hè? Bijna dood. Eenden staarten. Hoppakee. Stefan overwint. Stefan is een aargast. Aargast? Aargast. Een rare gast, omdat je een R en G kan uitspreken. Oh, aargast. Ja. Snap je? Ja, nee, ik snap hem nu, man. Sorry dat ik het niet snapte. Nou, je autistisch, hè. Nou, niet ding. Per se autistisch. Jij bent echt keihard autistisch, man. Nee, want ik ben niet autistisch. Ik was om voor mijn piemel te streden, dus dat doe ik even, oké? Nee. Oké, Nienke, ik dacht aan jou. Oké, laat me even. Ja, maar... ja, maar, oké. Oh, wat? Well, that escalated quickly. Nienke, waarom doe je zo awkward, zeg? Poeh. Ik spreek je nog wel. Nee, Nienke, ga nou niet. Nienke. Hoi, Nienke. Nienke, ik hou van je, oké? Tot morgen. Nienke, ga je echt weg? Gevulde kip? Nienke? Ja? Ga je echt weg? Nee. Oh, gelukkig. Heet je ook een Nienke, Daniel? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat hebben we toch aan Nienke is Daniel en Daniel is Nienke, dat weet toch iedereen? En wie is Stijn dan? Ik ben Daniel en Nienke. Oh, nice. Stijn is Stefan. 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 Ja, dat mijn is van de stream van Daniel. Niet mijn aars, niet mijn aarsrival, mijn aards. Een aarsrival. een aarsrival? Wat is een aarsrival? Dat is een aarsrival. Sorry, een aarsival. Vlekken met je. Zo, die snap ik. Oh. Omdat Daniel de R niet kan uitspreken. Omdat hij een hazenlip heeft of zo. Nou, Stefan, je mag Daniel niet pesten. Maar dat doe ik niet, dat is gewoon normaal. Nee, ik vind het niet meer leuk als je zo doet. Moet je bek houden, kleine klootzak. Oké, sorry. Stefan en Stefan zitten in een boom. R-U-K-K-E-N-T. Hey, stil eens, ik hoor Nienke niet. Gekund, yes. Yeah. Hey, wat zei Nienke nou? Ik zei Stefan van spelletjes. Wat is een steen van spelletjes? Vind je hem knap? Nee. Mag ik een handtekening van Stefan van spelletjes? Dat moet je aan hem vragen. Ja, kun je hem even halen. Oh. Ja, wat is er? Even mijn stem. Wat zei je, Stijn? Steven is het alleen aan het hoesten. Hou je bek close. Nee. Ik zou graag je handtekening willen hebben. Dat mag. Kom maar halen. Nee, stuur maar op. Oké, wat is je adres? Zeg maar even op de stream. Mijn adres is... Zet maar even in de chat, oké? Dan zie ik je later. Ik ga nu slapen. Welterusten. Doeg allemaal. Doeg, Stefan. Doeg. Doeg, Stefan. Auto. Doe. Hey, je bus. Plus? Wat doen die bussen toch in haar straat? Ja,
Sexstraat 69 Daniel. Wat is dat nou voor kutgrap? Dat is mijn stemmoord. In Amsterdam. In de Rode Straat. Oeh. Yeah. Vang die Venusaur. Vang die Venusaur. Ik kan Venusaur niet vangen. Flikker. Maar jij hebt toch die hack of niet? Nee. Waarom niet? Omdat ik die niet heb. Hey, you don't know. Okay. Oh, oh. You don't know you're beautiful. You don't know what it's like to be a Batman. To be a Spider-Man. De ballen. De ballen. Nice, level 18. 69. Poison gas. Tuurlijk wil ik die leren in plaats van... Nee, die wil ik niet leren als een grapje. Tuurlijk al, poison gas. Goeie ding. Oké, okay, ik zal hem leren. Oh, te laat. Ik heb hem al ontleerd. Sorry, man. Want je hebt aanvallen die je niet kan gebruiken of die niks doen. Dus kan je beter poison gas. Nee, hebben. Die had ik eigenlijk niet. Wel? Nee, echt niet. Op de ballen. Ah, Stefan heeft geen ballen, lol. Echt wel, wil je ze zien? Dan doe ik nu even de cam aan. Oké, okay. Dan. Hè? Doen. Wijs, man. Nu ook echt doen, hè? Oké. Okay. Komt-ie. Als je ballen hebt, laat je ze zien. Ik snap hem, man. Ik snap hem. Bedankt. Jij bent echt de grappigste thuis. Ja, ben ik ook. Ik ben nu de enige thuis. Ik vind hem wel grappig. De deurknop is het aardigste in huis. Hij geeft iedereen een hand. Kut grap. Dat kan niet, want hij heeft geen hand. Dus kan je geen hand geven. Oh, jawel. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Als je een stomp hebt, kan je ook niet meer een hand geven, dan kan je iemand een stomp geven. Hé, hey, Daniel, de volgende keer dat ik Josie geef, je ook een stomp. Hi, stomp! Ja, ik bedoel maar. Oké, nou gaan we eventjes... Oh, nou gaan we eventjes niet door. Wakka wakka wauw wauw. Wakka chiki chiki what? Pokémon Crystal deel 1 Wheel is aan het bewerken. Nice. Nice. Oh, een Buizel. Ik bedoel. Oh, vet, een Buizel! Een buizel. Dat ik altijd willen hebben, Daniel. Zal ik hem vangen? Het is een buizel. Ik weet dat je nu een grapje zit te maken en dat je hem eigenlijk wel graag wilt hebben, maar goed. Nee. Het is trouwens een buizel. No, nee, het is een Buizel. Nee, het is Buizel. Buizel. Ik ben zo terug hoor. Ja, het is toch schat. Nee jongens, even serieus. Ik zou Nienke echt doen. Wie? Nienke. Maar wie zou dat doen? Gewoon, je weet wel. Make-up opdoen en wie? En... Wie? Ik. Ik? Ik. Ik? Jij ook? Dat is toevallig. Wat? Nee, maar je weet wel, make-up opdoen en dan net als ja, instoppen in bed en dan brood smeren voor school, dat soort dingen, weet je wel. Gewoon een beetje als een moeder. Maar wie? Nienke. Ja, maar wie? Nienke. Maar wie zou dat doen? Stefan. Oh. Nee, oké. Okay. Leuk voor je, man. Shit, je bent echt dom. Heb je autisme of zo? Grapje, heb je niet. Nou, Stefan, tot hoever ga jij dit... Oh, dat is een nieuwe Sjors Peter Nuis, luisteren. Kijk, ik stak hem. Hij is fucking nice. Wat een Rhydon. Wij hebben het over Sjors Peter en jij over Rhydon. Ja. Sjors Peter is beter. Is hij nou weer bezig met hetzelfde? Oh, Nou, eigenlijk heb ik niet gezegd dat ik enigszins iets vies... seksueels met haar wil doen, maar ik had over make-up op doen, instoppen voor ze gaat slapen en brood smeren voor school voor morgen. Dus ik weet niet wat jouw probleem is hoor, maar ik doe niks fout hier. Stefan kan sowieso niet opgepakt worden, want hij is maar 5 jaar oud. Ik ben kinderachtig, maar 5 jaar oud is een beetje overdreven, man. Mentaal ben je 5 jaar oud. Oké. Okay. Yeah. Dan ben je werk ook zo goed, anders zou je dat niet kunnen doen. Is Nienke poepen, denk je? Nee, Nienke heeft gewoon opgehangen. Oh, nice. Waarom eigenlijk? Zij be right back, toch? Ja, ze zei be right back, maar daarna... Ah, maakt niet uit. Dat kan ik zeker.
Wil je eerst overleggen met mij of je een link in mijn stream mag sturen? Dat mag wel, hè, Stefan, zei ik. Wil je eerst overleggen met mij of dat mag? Mag ik een link sturen? Ja, Daniel, dat mag. Zie je wel, ik heb het zelfs voor Daniel gevraagd. Dat is wel goed, hè, Stefan. Weet ik, was een grapje, man. Sukkel dat je bent, man. Vond je hem niet grappig? Ring, godverdomme. Nou. Echt wel. Nou, wil je respect voldoen op mijn eigen stream of niet? Respect voor wie? Voor mij, alsjeblieft. Hallo Stefan, hoe gaat het mee? Ja, goed man, maar ja, ik heb echt jeuk aan mijn ogen, jongen. Ik had verwacht dat je dan eens ging denken. Ja, weet je, oké, ik ga de rest van de avond / nacht niet meer awkward doen, oké? Wat? Succes! Wat als het niet lukt? Als het niet lukt, dan is het niet gelukt! Maar dan hoort iets aan te zetten, want anders dan ga je het toch doen. Dan ga ik daarna nog een poging doen! En als het moet, daar is zelfs nog één! Want zo ben ik! Maar dan moet ik wel toegeven, ik ga de stream wel echt omlaag. Niveau van de stream. Of het niveau gaat omhoog, maar ik... Kijk waar, ik ga omlaag. Nou, dan van moet die hippo worden, wow. Dat kan niet, want die is van een trainer. Jullie zijn echt achterlijk, hè? Dan zet je die cheat gewoon aan. Ik zet die cheat niet aan! Hoe moet ik nou weten dat het van trainer was? Ik was net van Sjors Peter aan het kijken. Kom op, hè. Doe rustig. Omdat je die Pokémon toch niet wild tegenkomt! Natuurlijk wel, dat is randomizer. Ik weet het. Ah, ik ben zo grappig. Ik ben Stefan, ik heb humor, heb ik helemaal niet. Heet je ook Stefan? Nee. Oh, dacht ik echt dat je dat zei van, ik heet ook Stefan. Ik heet Edderbuddebuddebu. Oh, Edderbuddebuddebu. Avital. Ja, precies. Ik vind het wel leuk dat je altijd weet niet, bro. Ja, omdat ik dingen kan onthouden en kan lezen, zeg maar. Joh, in het begin zie je met dikke letters haar naam staan, weet je wel. Ja, jij kan Mark onthouden en Mark kan ik niet onthouden. Oh, dit is inderdaad geen verkeerde foto. Oh, die van Avital bedoel je? Het is wel jammer dat die duckface is, dat vind ik echt een hekel aan. Dat is dat waar. Duckface, dat is een halve duckface, een halve, weet ik veel, blootje. Maar die denk je wel weg als je zo'n inkijk hebt, dat je net een stukje sideboob kan zien. Ja, maar dat is de enige reden dat ze foto's maakt, denk ik. Dat wil niet veel zeggen. Sideboop, hoppakee. Wat, er is nou een auto langs? Stefan! Ja, ik twijfelde even. Die grap die blijft leuk. Als het een auto was, dan zou je het vaker dan één keer horen. Dat was gewoon waarschijnlijk een uitlaat eventjes die aan het starten was, weet je. Yo, die autoprobleem heeft of zo. Hey, denk je wel. Ja, precies. Ik snap het. Oh, het gaat wel iets beter doen. Lachen. Gieren en brullen. Welk level zou het Droosje ook weer evalueren? 69. Die was snel. Ja. Dat was een hele snelle. ik denk snel. Stijn, weet jij dat toevallig nog? 18. 25. Nee. 25? Might Hyena. Ja, Sjors Peter is echt bom, man. Dat is echt. Hey Daniel, deze ga ik niet vangen. Die kan je niet eens vangen, sukkel. Ja, maar ik zeg het nog even. Waarom zou je Pokémon van een trainer willen hebben? Ja, dat is. Maar zo stel je dan voor, Stefan. Dat is echt sloppy seconds, weet je. Dat is. Sloppy net seconds. Net als hier in Emmerlord is zijn man en zijn zoon opgepakt. Omdat ze beide hetzelfde minderjarige meisje naaiden. Maar de grap hier is dat ze gewoon in elkaar zaad hebben zitten roeren. Hoppakee. Dus Stefan, heb jij nog toevallig met je vader leuke groepsactiviteiten gedaan? Ik heb mijn vader sinds mijn 13e niet meer gezien, man. Sorry. Ja, wel eens gezien, maar meer gezien als in van, hé, gast, ga's dood. Omdat jullie allebei hetzelfde meisje hebben, of? Nee, omdat mijn vader nogal een klootzak is en toen mijn ouders gingen scheiden deed hij nogal anaal en weet je. Hallo. Hoi, ik ben Stefan. Ik heb meer abonnees die jullie allemaal samen, doei. Waarom ben jij van een klootzak? Ja, dat klopt niet eens, dus ik wil niet veel zeggen. Ik heb overduidelijk meer abonnees. Overduidelijk. Oh ja. We moeten nog een Rick's avonturen opnemen. Zou ik doen? Succes. Doe je dat van Stefans stream, weet je, dan ga je commentaar geven op Stefans commentaar. Ik ga Rick's avontuur in en dan buy hem dan video's. En dan vind ik ze allemaal kut, doei. Doei. Succes. Of je gaat een review maken van Sjors Peter. De Rick's avonturen is niet een review.
ga je Rick's avonturen en dan ga je George Peter bekijken en dan headbangen. Dan ga je naar hem toe en dan zeg je, hey George. Ik kan wel Four Girls Fingerpaint kijken. Wat is Four Girls Fingerpaint? Ik zou het doen, is beter dan Two Girls One Cup. Ik heb nog nooit gekeken. Dit is een soort van Two Girls One Cup, ja. Oh echt? Nice, stuur het. Ik heb hem voorgesteld. Maar het nadeel is, ik weet niet of die muziek, ik weet niet of die muziek heeft. Dan moet je eventjes, heb je de Android telefoon? Ja. Moet je even Soundhound downloaden en dan moet je die laten luisteren en als Soundhound niks oppikt is het hoogstwaarschijnlijk royalty free music. Oh, handig. Want bijna iedere muziek met royalty zeg maar, zit in Soundhound zeg maar. Het is een beetje Shazam-achtig zeker. Ja, ik weet niet wat het is. Dat is eigenlijk een app om nummers mee op te zoeken die je leuk vindt. Kevin McCloyd, dat is ook copyright free, maar dat is best wel bekende muziek. Oké, maar dat staat er je volgens mij niet in. Je argument is invalid, Stefan. Hè? Huh? Je argument is invalide. Ik heb een beter idee. Invalide. Je doet gewoon een klein schermpje van Four Girls Fingerpaint gewoon in de video erbij. En we hebben al drie strikes, Daniel. Dat kunnen we niet maken. Hoe kom je nou naar drie strikes? Twee. Dat rijk allemaal, volgens mij. We raken er alweer bijna eentje kwijt. We hadden er eentje op de Dutch YouTube Gathering video. Wat dan? Van de muziek. Eentje van mijn Rick's avonturen, dat ik dat meisje ging vingeren, die keer. En we hadden er eentje van welk meisje wat? Eentje. Wat heb je gedaan? Ik had een meisje gevingerd, dat vond niet erg hoor. Dat was net aan het slapen. Nee, dat is van een spel dat ik hem had doorgestuurd. Orgasm Girl. Ja, dat is hem. Duh. Welke? Orgasm Girl. Oh. Een meisje die aan het slapen moet je een orgasme geven, maar ze mag niet wakker worden. En jij verbaasd dat niet op YouTube mocht? Ik zat gewoon kleren aan, zeg maar. En toen ik de onderbroekje uitdeed, had ik gewoon een hele grote balk met censuur. Damesplasser. En op de borst had ik de ene borst had ik borst. En op de andere borst had ik andere borst op de censuurbalk staan. Waarom is dat verwijderd dan? Ja, weet ik veel. Dat snap ik dus ook niet. Dat was gewoon een of andere kut Banjo Town fan en die... No, oh nee, ik heb een harde plasser. Doei. Doei. Meisjes hebben geen plasser. Wat, is je nou serieus weggegaan? Nee. Hey. Oh. Rick? Ja? Welke populair... Nee, jij bent Daniel. Daniel? Echt waar? Daniel? Ja? Stijn? Jullie zijn homo, doei. Rick? Doei. Ja? Omdat ik een populaire YouTuber ben, mag jij mijn handtekening hebben, man. Thanks. Betekent veel voor me. Zo ben ik. Ik heb net de Far Cry opgenomen. Het enige wat ik doe is renten. Rant op het leven. En ik heb dus iPod, Let's Say iPod en ga mijn kamer de een online gooien. De enige wat mensen doen is boos worden. Fuck jou, Rick. Ik wil je verkrachten met mijn piemeltje. Hey, wanneer ga je die Binding of Isaac waar ik in zit uploaden? Echt nog lang niet. Ik was gewoon de Blue Baby gekomen met Judas en toen ging het hartstikke dood. En ga met die run die waar ik aan meedeed? Oh. Nee, geen antwoord, oké, dank je man. Jawel. Toen jij weg was, kwam ik erin en toen zei je dat je net had verloren. Dus geld, compilatie. Waar is Nienk eigenlijk? Want Rick is er. Dus heb je haar back. Nienk ging toch slapen? Of even naar de wc. Is ze nog online dan, of niet? Ja, ze staat op niet storen. Dan staat ze altijd. Hey Rick, waarom heb je eigenlijk een foto van Barro? Waarvoor? Oh, copyright in Stefan's stream. Die kan niet offline gehaald worden. Rick, ik heb mijn stream offline aan het halen, man, lul. Mijn pik is echt groot. Hij maakt baby's dood. Oh. Rick, rot op. Oh, kut, Rick, hoers. Dario, kijk eens hoeveel HP je bij Drowsy hebt. Hoeveel? Ja, moet je even kijken. 69, nice. Ik zou je Drowsy doen, denk ik. Ja. Waarom zou je dat niet doen? Maar ja, weet je, iemand als... Ja, je hebt natuurlijk low standards. Ja, dat is waar. Hoe wist je dat? Jij zou nog... een brievenbus pakken als je zin had. Wat? Niks. Je zou zelfs nog een Beetle nemen, ik wil niet veel zeggen. Een Beetle. Ja, want je zou nog een starter als Weedle nemen als je ook uit Poliwag of Cyndaquil kon kiezen. Poliwag bedoel je? Wie zal dat nou doen, hè? Ja. Lijkt me als iets voor Daniel. Ja, Daniel. Ik werd gedwongen, ouwe. Ja, ja hoor.
Ja hoor, hij werd gedwongen, Rick. Geloof je hem? Dat is gewoon een goede keuze, Daniel. Dat is gewoon een goede keuze. Laat je van niet gek maken. Ik wil niet veel zeggen, maar ik heb met een... welke was het nog eens? Een ho-o-verslagen. Pieter heel een ho-o-verslagen, ja. En een Charizard. Een ho-o-verslagen. En een Charizard. Wat doe je? Doet randomizer ofzo? Ja. Is dat voor de DS? Is het een DS-game? Ja, dan kan je gewoon met alles... Kan je die ook op de Game Boy doen? Ja, alle Pokémon-spellen kan je randomizen. Hoe dan? Met een programmaatje, dat heb ik van Stijn geleerd, maar dat wil ik jou wel uitleggen. Ik zou wel een keer Fire Red willen randomizen. Zou ik niet doen als ik jou was? Dat kan mee. Waarom niet? Dat verneukt alles, man. Ik zal lachen. Rick, ik wil hem je wel sturen. En zo, dan zegt iedereen, oh, omstoot je niet met de rest. Wat? Volgende keer dat je Stefan ziet, poep op hem alsjeblieft, echt. Volgende keer dat je Stefan ziet, laat ik hem afwasmiddel drinken, denk ik. Ik wou het net zeggen, van een flikker. Dat was echt heel smerig. Ik ben echt gewoon kotsmisselijk ervan geworden. Wat had je dan verwacht? Ik wel lekker schuldig, maar die van binnen moest ik ook weer lachen. Ja, maar jij had niet verwacht dat het zo erg zou zijn, of wel? Tuurlijk niet. Ja, maar Rick is ook autistisch, hè? Die heeft niet zo'n gevoelens niet. Wat, Rick heeft geen gevoelens. Dat is waar, ik heb geen gevoelens. Nee. Stefan, je bent een beetje doodgegaan. Ja, weet ik. Ik laat hem binnen, weet je. Zo ben ik. Oh. Vang hem. Ik kan hem niet vangen, trainer. Oh, niet. Dat is dan kut voor die trainer. Gebruik je hoer dan? Nee, ik gebruik hoer niet. Ik gebruik Stijn niet. Ik heb 69 HP, lol. Stijn, nee, trouwens heeft 9... Oh, hey, Stijn heeft ook 69 HP. Dat zeg je toch net, sukkel? Lol. Rick, hoe staat jij tegenover homo... erotische negerporno. Lekker. Nou, mooi. 1. Hoe komt hij aan die vraag? En 2. Waarom wil hij dat zo graag weten van Rick? En 3. Waarom weet hij dat een genre is? Ik bedoel er niks mee hoor, maar ik roep gay. Die heeft hij waarschijnlijk in een video van Bayotan gezien. Ja. Ja. Ik wil... Aha, iemand zit te poepen. Ja, iemand is een Rickjes af. Doet. Eigenlijk is Rick dus een van de hele saaie jongens van de vrienden, dus hij heeft ook helemaal geen avonturen, einde verhaal. Oh, nice. Dat zou je eigenlijk moeten doen met een video van 30 seconden daarover. Oh, waarom is er geen echte Rick's avontuur? Indiana Jones. Iedereen zichzelf en zo. Gewoon een let's play doen van Tomb Raider. Ja, van Rick's avonturen. Doei. Dat kan ook. Of een avontuur van het avontuur. Snap je? Een avontuur van hoe je een biertje wegtikt en dan gaat kotsen en dan dronken bent en dan je vriendin een tand uit de mond slaat en dan ga je naar huis toe, zeg je doe je schat. Dat heb ik gisteren al gedaan. Je garandeert dat miljoenen views krijgt. Ik heb gisteren een hakenkruis geplast op straat, 2 keer, bij echt goeie. Nice. Mijn spel was echt zo steady. Weet je, het hakenkruis, dat lijkt heel makkelijk, maar je moet dus backtracken, zeg maar. Iedere keer als je zo'n uitstulp zou maken van het hakenkruis, moet je precies hetzelfde stuk terug. Nou, midden, foto's dat moet je 4 keer doen. Foto's? Je bent geneigd om voor het hakenkruis in het midden te beginnen, maar eigenlijk moet je bij een van de pootjes beginnen, hoef je 1 keer minder te backtracken. Alleen, ik was echt zo goed, ik had zeg maar nog een halve blaas vol aan urine over. Dus dit is een waar gebeurd verhaal, overigens. Ja, ik geloof je. Vraag maar aan Jur. Ik geloof het wel. Jur liet ook misschien spiemel aan me zien. Vond je het lekker, of? Jur zei, hoeveel vingers steek ik op? En toen deed hij zijn broek naar beneden. En gelukkig, hij stond redelijk ver weg. En gelukkig had ik mijn lens niet in. Dus ik heb weinig gezien. Vond je dat jammer of? Ik denk dat ik misschien zijn penis heb gezien. Misschien. Hij zag 2 vingers op toen deed zijn broek naar beneden. Zei hij 3. Wat een kut klootzak. Rick, je bent smerig. Rick is gewoon smerig. Zo, Rick, je hebt hier echt een hater hoor. Net al van Rick ga weg en toen. Kut, Rick hoers, Rick rot op, Rick is gewoon zielig, Rick je bent smerig. Dat ben ik toevallig hoor. Iemand in de stream? Ja! Is het Daniel, dat is een tweede account. Tuurlijk. Nee, het is Daniels derde account, hè Emma? Wat is Daniel Emma? Wie de fuck is Emma? Wie is Daniel Emma? Wie de fuck is Emma? Dat is Dave Echt, is even uit. Emma is mijn grootste fan en ze houdt heel veel van mij. Dat is eigenlijk Daniel, dus eigenlijk houdt niemand van je, is de conclusie. Ja, hou je bek, alsjeblieft. Graag gedaan. Mensen houden wel van me. Zoals? Mama! Wow.
Nienke houdt van, als Nienke er nog was geweest. Het was de verjaardag. Was gezellig man, waarom was je er niet, klootzak? Met Pimo. Je komt met fucking Finn mee rijden, hè? Ik pak hem. Oh, nou, dus ik ga die Articuno even ownen als het goed is van jullie. Vind je dat goed? Je weet niet eens hoe je met Pimo om moet gaan. Ik kan Articuno niet vangen, want hij is van een trainer. Ga je dat tegen elke Pokémon zeggen dat ik moet vangen als hij van een trainer is? Nee, als het een Articuno van een trainer is. Wat? Ik haat Rick niet, maar hij verpest de stream. Rick, waarom verpest je de stream? Wil je daarmee ophouden, alsjeblieft? Nee. Oh. Dan maak ik echt views, joh. Als je nou tweet, oh nee, Rick Broer is in mijn stream. Als jij dat nou eens even tweet van, oh, ik zit in de stream van Stefan aan en hij is grappig, abonneer op zijn kanaal. Ik ben een homo en hij is Stefan. Rick? We hebben een paar... Piemel. Wie zit er aan zijn piemel? Het is Stefan. Stefan. Stefan zit er aan zijn piemel. Oké. Jongens, wil iemand die jongen laten inslapen alsjeblieft voor het, the sake of the human beings, zeg maar? Ja. Wie is die jongen? Rick. Wie is de jongen met veel swag? Dit is Rick. Veel swag, veel swag, veel swag. Deel wel swag. Goed. Wow, Rick, jij bent echt een hater, man. Hoe kan jij nou haters hebben? Dat heb ik nooit. Je hebt echt 100.000 abonnees of zo. Ja, zoiets, hè. Hey, heb je eigenlijk nog wel een Minecraft server of niet? Nee. Betaalden mensen niet meer genoeg geld? Ja. Toen zijn jij en Jur gewoon gestopt? Nee, het was gewoon echt de tering zo. Jur die had amper zin om het aan te doen. Oh, dat klinkt gezellig. De hele server was gewoon één grote steltje creepers en al die shit. En ik kan er niks tegen doen. En als Jur er amper bereikbaar voor is. Het enige wat ik kan er wel wat tegen doen, maar het kost gewoon veel te veel tijd. Heb je geen zin. Nee, ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Ik kan er wel. Mensen banen. En ik rijd de hele dag zeiken naar mensen. Oh Rick, dit is niet, dit werkt niet, dit werkt niet. Ik heb zoiets van, nou laat allemaal lekker, rot dan nog allemaal op joh. Ik heb er geen zin in. Ik heb geen zin om die verantwoordelijkheid de hele dag te dragen. Van, oh Rick, het is een Serpent Gameplay server. Dus alles wat gebeurt is jouw schuld. Ik heb er geen zin in. Maar. Begrijpelijk. Ja, dat is toch maar Minecraft, dat boeien. Ja precies, weet je. Maar zelfs Daniel heeft nu Minecraft. Commerciële flikker is het ook. Zo meteen op de meneer de aardappel server moet je 10 euro betalen entree. Nee, maar dat is minimaal 50 euro denk ik. 10 euro per dag, hè? Dus dan krijg je korting. 10 euro per dag. Ja, ik zou het doen. Hey Nienke, Rick is er. Nee, je meent het. Echt waar. Ik ben er niet. Oh, jammer. Jammer. Oh, ik moest mijn verjaardagsvideo. Ik heb heel veel liefde ingestopt. Rick! Wat heb ik nou weer gedaan? Nienke is morgen pas jarig. Jullie waren gisteren langsgekomen? Ja. Ja. Moet ik dat nou weer weten? Nienke heeft niks gehoord, oké, dit is ons geheimpje. Ik wel precies niet. Nee. Rick, hou je bek nou, straks raad ze het. Ja. Dus heeft geen idee, joh. Okay. Mooie cursor. Cursor is al weg. Oh, dank je Rick. Graag gedaan. Eduard, het was wel zo dat Ruud gisteren bijna, of daar Ruud had gisteren verpest dat we langskwamen, want hij in ons groeps WhatsApp gesprek opeens van, oh echt briljant dat Nienke van niks weet, weet je wel. Maar zat Nienke bij. Ja. Ja. Maar serieus, Lisa die gaf me als deadline. 2 dagen geleden s'avonds. Ja, omdat zij het in elkaar moest monteren, omdat ze het hele weekend weg is. Sloerie, had mij dat, had iemand anders het dan gewoon aan het monteren, jemig. Ja, ik zei ook nog wel... Ik zou echt geen vrienden zijn met deze mensen, kun je niet eens normaal een verjaardagsvideo maken. ik zei ook al van slikken het anders in elkaar zetten, maar nee, dat was niet goed. Slikken? Wie is aan het slikken? Ik ben aan het slikken. Oké, okay. Jongens, we gaan een raad het geluid doen. Deze is voor Rick, alleen Rick mag antwoorden, oké? Okay? Het geluid is... Wat is het? Rick, wat... Schildpad, niet te veel... Nee. Poep, die aan poep is. Oké. Rick, luister eens goed. Ik denk dat Stefan iets doet met zijn tong.
Oké, okay, Rick. Fuck, hoe kan je dat nou niet raden, man? Rick, iedereen weet het. Ja, fuck. Dat is een auto. Ja. Dat is overduidelijk een auto. Oké, wat is dit dan? Doet, doet, motherfucker. Wat is dat dan? Dat is een auto die kan praten. Nee! Nee, dat is een bus. Je bent echt retarded, Rick. Oh, zeg jij. Jij werkt met gehandicapten. Laat ik op een gehandicapte. Weet je wat het is, Rick? Die gehandicapte weet dat het een auto is. Van hem hebben we het namelijk. Wat? Niks. Hé, hey, een auto. Waar komt die vandaan? Doei. Zo realistisch. Starmite, nice. Starmite. Iemand zit dit in zijn eigen video's te kijken. Nou. Rick, dat was met mijn glimlach wel. Bedankt, man. Wat? Rick en Stefan zitten in een boom. K-U-S-S-E-N. Wat? Rukkend. Nee? Ja. Nou, prima. Ik Hey Rick, dat is wel grappig als we hoog in een boom klimmen en dan wie het verste kan spuiten. Jongen. Dat is goed. Nice. Misschien wel dat we bij Nienke in de buurt kunnen doen. Ja. Ik weet waar Nienke woont. Zal ik trouwens even in ons groep van zelf was... Dat feestje, was het taart? Ja. Was een vet lekkere taart. In de vorm van een penis? Werd binnengebracht door zijn vader of door zijn moeder. In de vorm van een Triforce. Die vader van Finn is wel cool, want die maakt altijd grapjes over Finn. Ja, dat is zo van... Hij zei dat Finn lelijk is en dat ze eruit gingen. Iedereen maakt grapjes over Finn. Wat zei die? Ik weet niet precies wat die zijn, maar hij zei rare dingen in ieder geval. Dat zijn de betere dingen in het leven. Ben je nog aan het kijken naar de stream, Daniel? Oké. Okay. Die moet je vangen. Die moet je altijd niet. Ik krijg een Cynic wilde, daar kon je ook uit kiezen, hè, Daniel? Ja, dat was ook een van jouw starter. Oh, Daniel met rust, Daniel is mijn vriend. Ja, ik heb dus een bier moeten ik pakken. Ik niet dan, Rick. Ik hou veel meer van Daniel dan van jullie allemaal samen. Maar Rick, ja, hoe zit het met ons dan? Ik niet. Nou, ga poepen ofzo. Oké, ga ik doen, tot zo. Maar Rick, hoe zit het met ons dan? Ik hou gewoon meer van Daniel. Hé, jij bent niet autistisch. Je bent niet autistisch genoeg. Ik wil wel doen alsof ik autistisch ben. Ik ben op een kerst. Ja, ga naar de Mediamarkt ofzo, Stefan. Rick, Mediamarkt grappen maken we niet meer, want al die kutfans van jullie... hebben echt 2 weken lang alleen maar kutopmerkingen over die kutmediamarkt gemaakt. 2 weken. Dus dat doen we niet meer, Rick. Dat is de algemene afspraak. Waarom niet? Rick? Je moet de prijs betalen. Rick! Wij hebben gewacht en gewacht. Nee, bij Mediamarkt, lol. Rick? Gewoon luister naar de baas. Nee. Jawel. Nee. Ben ik kleine 16-jarige ettenbak? Gaan mensen zeep laten drinken? Ik ben 17. Nou en, gedraag je ze dan als 17-jarige? Maar dat doet hij toch. Ga niet mensen zeep laten drinken, dat is gevaarlijk, man. En dat doet zeer aan je keel. Dat moet je ook niet in de eerste kop drinken. Dat doet echt zeer aan je keel, Rick. Is Rick er nog? Ik heb echt moeten filmen. Nee, Rick is weggegaan. Echt? Ik ben aan het luisteren. Nice, ik heb hem weggepest. Oh, Rick. Net als Harm, lol. Ik ga je van YouTube afpesten, net als Harm. Net als dat jullie er niet van hadden van je YouTube hebben afgepest. Wat? Nee, de Nitro HD. Nu moet ik dat liedje wel eens een keer luisteren. Mam, stop. Stil. Oh, stil, man. Mam, stil. Ik vind het nog steeds zielig dat jullie dat hebben gedaan. Mom, hoe kan je? De Nitro HD. Stil, mam, stil. Dubstep remix. Er is wel een stilte opeens. Ja. Mam, stil. Hey, een auto. Mam, stil. Like a champ, hey. I did it all for the nookie. The nookie. Limp Bizkit. So you can have that cookie and stick it up your hair. Stick it up your hair.
S bedoelt hij. I did it all for the Stefan. Nice, bedankt man, waardeer ik dat je dat zo zegt. Stefan, zou het zomaar kunnen dat ik meer views op één dag krijg dan de Gaming Dutchman in een maand? Hoeveel krijg je per dag? 16.000. Wat een flikker. Waarom doe je zo arrogant man? Dat is echt niet cool. Ik vind het best wel logisch dat de route is weggegaan. Wat? Het is best wel logisch dat de route is weggegaan. Ik ga mijn carrière aanbieden bij Serpent Gameplay. Nee, ja. Kijk, klik eens op dat liedje. Hij zit al bij NLG. Bij NLG, die gaan we toch niet betalen. Nee, toch. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Kijk, klik eens op die link. Ik lok Ruud met mijn geld, Stefan. Hoeveel verdien jij dan per maand? Ik zit nu een week bij DiviMove en ik heb $175. Nice. Alleen er moet wel nog 25% vanaf van die DiviMoves. Ja, oké. Okay. Wat moet ik nou weer doen? Gaat er iets naar me schreeuwen? Luister, dat is een episch liedje, man. Is het George Peters? Nee, beter. Oké. Okay. Wat is er beter dan George Peters? Oh, deze ken ik al. Ja, dat had ik ook. Welk liedje is dat? Een liedje is echt geniaal. Oh, lijkt me Murkrow. Ja. Jedi Murkrow is sowieso een held. Even abonneren. Ik had laatst geskypt met Jedi Murkrow, hè? Ja, ik heb het gehoord. Volgens mij waren die aardig aan elkaar gewaagd, of niet? Ja, want zeg maar... We zaten elkaar uit te schelden met kanker. Dat was het, zeg maar. Dat was een epische strijd. Hij schot me uit, dus toen ging ik terug. En toen in mijn al eindig. Waarom gingen jullie elkaar uitschelden met kanker? Het was zeg maar van, hey... Kun je me helpen? Kun je me de ROM sturen voor dat Nederlandse Pokémon FireRed? En je zei van, kanker op. Nee, jij kanker op. Oeh. Toen mocht ik hem bellen, zeg maar. Ik had hem bewezen. Maar heb je die ROM nog gekregen? Nee, want hij had hem zelf helemaal gemaakt. Hij had gewoon alles in een... Hij had alle tekst van de game gekopieerd, in Translate gegooid en weer teruggeplakt. Dat geloof ik niet. Dat heeft hij echt gedaan. Dus dat zegt hij. Dat was ik echt gigantisch slecht, zeg maar, in Nederland. Even een Google Translate Nederland. Cool toch? Dit blijft wel het beste liedje ooit. True. Gaan we op mijn iPod zetten. Hallo wereld. Hij was vast een fan van jou, of niet, Rick? dit is wel lelijk. Normaal heeft deze gast 6 Magikarps van level 8 of zo. Nou heeft hij dit iets meer, of 6 random Pokémon. Dat is wel kut op zich. Volume nou, bij hem. Heel veel auto. Succes daarmee. Een Groudon, oh gelukkig maar. Gebeld. Groudon? Ja, ik maakte me even zorgen. Ken jullie het verhaal van Rick, die werd gewoon door een level 30 Ditto? Nee. Nou, mijn level 100 Groudon is ooit ingemaakt door een level 30 Ditto. Wat beeld voor elkaar gekregen? Nou, ik had zo'n Groudon en die wou ik inwisselen, want ik wou een andere Pokémon trainen ofzo. En die Ditto die veranderde in mijn Groudon en toen deed die one hit KO aanval. Nee. Dat hij mijn level 100 Blastoise gedood. Burn! Nee, iets in die richting, dat is ouch. Dikke middelvinger. Zelf een dikke middelvinger. Yeah. Moest je toen huilen, Rick? Ja? Moest je huilen? Ja. Heel hard? Trouwens, Rick. Ja. Hey, Rick. Ja, ja. Bij die video op de laatste 5 seconden staat bedankt voor het kijken en vergeet te liken. Ja, weet je, ik zag al dat je dat had gedaan. Dat had ik niet eens gezien. Ik heb gewoon de tweede ook al gerenderd. Het boeide me echt helemaal niks. Ik is level 17. Ik nice. Had goed gekopieerd wat jij had geschreven, dus het is technisch niet jouw probleem. Maar maak een plaatje nog eens en zet er dan heel nep gewoon een niche boven met paint. Zal ik doen. Ja, wat ik doe ik voor jou. Juist het effect dat ik nu heb is heel cool, moet ik zeggen. Dat is wel jammer dan. Ja? Cool man. Ja, want ik heb nu zeg maar I fade, zeg maar. Ik heb geen idee hoe ik dat heb gedaan. Dat die eerst heel...
Ik heb geen idee hoe ik dat heb gedaan. Oh, Rick is een noob, hij bakt er niks van. Stefan, jij uploadt op het kanaal de Gaming Dutchman, denk dat jij mag praten. Jij voelt je al heel wat. Er waren tijden dat ik groter was dan jij was, hoor. Laat me niet lachen, Stefan. Toen had je nog geen account, ik was eerder dan dat jij was, man. Het scheelt echt 2 maanden of zo. Ik heb 2 maanden voorsprong, klootzak. Ik merk er weinig van nu, hè, van die voorsprong. Dit is goed, Rick. Alleen omdat jij een keer bij Banjo daar mag meepraten. Hey, ik had dat van dat DDG ook al redelijke fame, hoor. Ja, DDG. En van de Adelpen Gamer natuurlijk, hè. Wie wil nou fame via DDG, even serieus? Kees. Ja, Kees doet zelf niks meer voor zijn eigen kanaal. Hij laat het doen door anderen. En hij casht het geld, zeg maar. Het is niet alsof Kees voor het geld doet, zo. Kees heeft de YouTuber alleen voor de losse hossel, voor de chicks. Nou ja. Zo grappig, want ik heb meer views per dag dan Kees. Oh, burn! Dat is een grappig aan. Wat Kees veel meer abonnees heeft dan dat ik heb. Echt? Ja man, hij heeft 2000 of zo. Ik heb 1400. Ik heb trouwens dit weekend 1400 abonnees gehad. Wie is trots op mij? Ik. Oh, Nienke, ik hou van je. Ik hou van je. Niemand anders? Oh, bedankt man. Jullie zijn echt leuk. Echt supportive. Yeah. Stefan, Daniel plaatje is nu gestuurd, maakt het wel veel beter allemaal. Welk plaatje? Dat is het beter zo, dat plaatje. Echt wel. Oké, nice. Het doet wel in Camtasia Studio, doe ik erbij. Ja, is goed man. Ziet nog faker uit. Ja, is goed. Moet je eigenlijk moet de resolutie zo aanpassen dat er die zwarte balken tussen zitten. Ik vind juist die outro zo cool, omdat het er zo professioneel uitzag allemaal met de muziekje eronder en shit. Nu niet meer. Nu niet meer. Ik kan nog wel iets anders, andere dingetjes erbij gaan voegen en zo, dat gewoon echt super druk wordt, als je wilt. Iets van 100 virals of zo. Precies. Daniel, kijk nog naar de stream, want er zijn al echt 100 Pokémon langskomen waarvan ik wist dat jij wilde dat ik die ging vangen, maar je zei niks. Ik ben half aan het kijken, maar je kan ze allemaal niet vangen omdat ik in het vechten was met die trainers. Oh, gelukkig. Zeker. Dus je keek wel. Goed zo, wat? Tuurlijk, kijk. Aw, cute. Dankjewel, man. Had je het over Nienke? Ja. Nice. Verstop jullie dochter, Serpent Gameplay komt eraan. Nee. Man, nee. Dus als mijn dochter ooit met iemand als jou thuis komt, dan... Sinds wanneer heb je een dochter? Wist je dat niet? Sinds wanneer heb je een dochter? Ze is al 15 bijna, 16. Ik ga dat doen. Toen je 7 was? Ja, ik zou haar doen. Als ik vader ben, ga ik sowieso op mijn eigen dochter zeggen dat ik dat zou doen. Gewoon tegen die vriend. Zo van, hey, lekker, is dat lekker, Jack? Ik zou dat doen. Heb je al seks met haar gehad? Nee, homo. ben jij er al gedaan? En zo, nee. Oh, ik wel hoor. Ik high five. Ja, en dan ik ook, high five. Haha, sloppy seconds. Te ver. Nee. Ja, als je lacht, maar ik weet dat het waar is. Er is mis met jou. Niks. Is Nienke er eigenlijk nog? Ja. Nou, Nienke is wel een beetje heel stilletjes, moet ik zeggen. Ze wordt gewoon verlegen van Nienke jou. Nienke is bijna jarig. Wat gaat er allemaal gebeuren op deze leuke dag? Als je maar weet dat je niks van mij krijgt, hè? ik heb er niet ingezet voor dit project. Rick? Je hebt al genoeg verpest, man. Stefan, als er zo gezegd project zou zijn, hoe zou zulks dan online komen? Ik heb geen idee, dat is ook iets wat ik niet mocht regelen, maar iemand anders per se wilde regelen. Op wiens kanaal komt Zux dan online? Stel, het zou online komen, zou het op Lewis Olive online komen. Dat kanaal heeft echt zo weinig abonnees, waarom mocht het niet gewoon op Serpent Gameplay? Kon ik er geld op verdienen? Nou ja, stel, er zou echt zoiets zijn, dan ik had ook al gezegd van, zal ik het uploaden, ik heb meer abonnees, zie meer mensen. Van ja, maar het gaat niet om de abonnees, het gaat om dat Nienke het ziet als er wat was. Als er wat was, hè, als... Maar er is niks, hè Rick? Gelukkig maar. Het is eigenlijk ongemakkelijk zijn met Nienke erbij en shit. Ja, precies. Nou ja, Nienke vraagt van, heb je mijn video al gezien? Ik heb echt mijn best gedaan, hè? Welke video? Dat Rick? Is nooit gebeurd, waar heb je het over, Stefan? Ik heb geen idee. Dat zou echt sukkelig zijn van die persoon. Ja.
Zoveel abonnees, maar hersens hoogbaar. Dat moet ik wel nou niet weten, ik kan er niks aan doen. En dat doet VWO, kom op. Hey, dat doet je moeder. Ja, oh, ik bedoel, dan hebben ze mij van LWO afgeschopt omdat ik te dom was, maar Rick, hoogbaar. Mama zegt dat ik speciaal ben. Maar, Rick, mama zit in de prostitutie. Dus? En jij bent een klootzak. Eeuw, oh fuck, dat is vies. Wat is vies? Je moeder in de prostitutie, wat? Oh, ik kan geen webcam aan doen, nog wel. Nee. Ik heb zeg maar zo'n kikker gehad. En er zit een soort van heel graag spul in. Ik heb het eruit gehaald, het is heel nat. Oh, lekker. Het ruikt naar schoonmaker zijn, die gaat in de prullenbak gooien. Oké, mensen, ik hoop dat jullie een leuke stream vonden, ik ga stoppen. Oh, doe. En ik volg gezellig op te doen en ik hoop dat jullie binnenkort er weer bij zijn van de week. Doe ik wel weer even, dus volg me even op Twitter, @henkert15. Ik zal even een linkje nog in de chat zetten. Zijn we niet verantwoordelijk voor iedere kut tweet die geplaatst wordt. En Rick, jij bent echt veel te arrogant. Heet je David of zo? Nee. Oké, dat is goed. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.